In deze episode neem ik de Guardian Farm van de vorige aflevering en transformeer ik het in mijn eigen versie van dit monument. Voordat ik hieraan begin, vraag ik voor een like en een subscribe achter te laten en laat ook een comment achter. Het is een heel groot project geweest en heeft ook vele uren resource gathering geweest, dus laten we beginnen. En stap nummer 1 van dit monument is afgewerkt. En dat was, ja, het monument afbreken, zodat ik plaats heb voor mijn eigen monument neer te zetten. Maar daarvoor heb ik ook wel resources nodig. Dus we keren eerst terug naar mijn base in mijn niet afgewerkte houtfabriek. Met de handcrank gaat het te traag, dus laten we de machine gearshiften. En dat doen we door een large cogwheel aan een kleine cogwheel te hangen. En opnieuw en opnieuw. We plaatsen een casing op deze, zodat de vertical gearbox niet interact met die large cogwheel. Dus dat werkt nu, dus hoe gaan we dit connecteren? Easy, twee large cogwheels en de rest kleine. Dus dit hier zou moeten werken. En deze handcrank mag nu ook weg. We gaan ook een tijdelijke storage maken, zodat ik hier niet iedere keer moet bijblijven staan. Dus ondertussen kan ik mijn andere resources gaan verzamelen. En dat is nu gebeurd, dus laten we de machine starten. Dark Prismarine, but het zit hier in de kist. Hè? Oké, dus laten we starten met de timelapse. Als je nu nog niet doorhad wat het werd, dit is dus een medieval goblet glass. Dit is hier de foto van mijn inspiratie. En ja, de voet ontbreekt nog, maar dat is voor later in deze episode. Op naar stap 3. En wat is stap 3? Ja, stap 3 is eigenlijk een giant sphere maken rond deze square. Dus ja, mag ik weer alles drainen. Maar deze keer word ik niet lastiggevallen door deze monsters achter mij. En nu hebben we weer een timelapse. Ja, de hele cirkel is helemaal opgedroogd. Ik ben nu ongeveer een kleine week bezig met heel dit project hier zo. Ik weet het, deze video is van de ene timelapse naar de andere. En ja, hierna is het weer een timelapse. Want ja, ik kan de grond niet laten zoals het nu is, dus heel die grond moet naar beneden. En wat is hierna? Wel, we gaan eerst de wither gaan verslaan, want ik heb een beacon nodig hiervoor. Eén ding, ik kan de wither niet verslaan. Waarom? Omdat ik nog geen wither skeleton skulls heb. Dus laten we maar eerst een leuk tripje maken naar de nether. En met onze elytra gaan we redelijk snel naar onze fortress gaan. En hier zijn we al aangekomen. En als jullie het nog niet opvalt, ik heb een nieuwe mic. Let's hunt them skulls. Hey, 25 kills. En dat betekent dat ik een skull kreeg. Oh, die achievement wil zeggen dat ik mijn skulls heb, dus terug naar de overworld. Waar ik direct underground ga voor de wither te spawnen. Spijtig genoeg is het wel niet goed zichtbaar. Omdat ik mijn brightness niet omhoog heb gezet. Het is een lange tijd geleden dat ik de wither nog verslaan heb, dus laten we een afstand pakken. En ik ga proberen met een trident, want ik weet niet wat dat doet. Op eerste zicht niet zodanig veel damage. En hij healt redelijk snel. Ik wist zelf niet dat hij healde. Dus laten we gewoon verder doen met melee. En zie hoe snel hij wordt vernietigd. Halverwege de fight en heeft me nog geen enkele keer geraakt. Of ja, misschien wel, maar ik heb nog geen damage gekregen.
En zo kill je dus de winner. Ik wist niet dat het zo makkelijk was in Deep Slate level. Nether Star collected, achievement unlocked. En Deep Slate blokken extra. Nu, ik heb wel geen blocks voor onder de beacon te zetten, dus heb ik gevraagd aan Jona of hij mij er een paar kon lenen, aangezien hij een iron farm heeft. Thank you a lot, Jona, voor deze iron blocks. Dit gaat van pas komen. En zo, de blocks zijn geplaatst, dus laten we bovenop gaan en de beacon plaatsen. 4 achievements unlocked. Maar oké, laten we hem activaten met haste en haste 2 voor de instamine van stap 4. Ja, het ziet er eigenlijk wel een stuk beter uit, als ik het mezelf zeg. Er is natuurlijk nog veel werk aan de winkel. Er moet nog een muur komen. Het glas moet nog afgewerkt worden. En ik moet nog iets met de vloer doen. Ik heb een design gemaakt voor deze muur. En daarvoor heb ik enorm veel van deze warblokjes achter mij nodig. En ook dark prismarine. En dat zijn twee moeilijke resources om te gatheren. Ondertussen heb ik ook de secties anders ingedeeld. En zijn deze gescheiden door de dark prismarine. Ik heb nu stripped warped, cobbled prismarine en polished prismarine van boven. Het glas heb ik ook weggehaald, want dit vond ik totaal niet mooi. En ik vind het er 10 keer beter uitzien. In plaats dan te blijven kletsen, zal ik beter beginnen met resources te verzamelen. Simon gaf me dan de tip om een clipboard in een cannon te steken van de schematic en dat ik dan een itemlijst krijg. Dus ik moet dit gewoon maal 4 doen. Yippee. Ja, mensen, en hier zijn we dan. Het moment is aangekomen dat we de muur gaan decoreren. Ik heb eerst alle blokken verzameld. Het heeft me 4 dagen gekost. En zo'n 9-tal uur AFK bij de Guardian Farm voor de Dark Prismarine. Dat was heel prettig, natuurlijk. Anyways, wij gaan kijken, ik weet niet als dat werkt. Of ik mijn backpack hiernaast kan plaatsen. En dat die dan werkt. Oh, dat werkt! And you know what that means? Another time lapse. Oh, achter zoveel blokken moeten plaatsen.
is de eerste helft afgewerkt. En het ziet er zo sick uit. Vooral deze handen vind ik echt nice met de vlam. Ik weet niet waarom dat ik het idee kreeg om dit te maken, maar het looks goed. Ik heb nog een tweede kant dat ik moet bouwen. Dus plaats ik de schematics en de twee cannons. En dan is het afgewerkt in 3, 2, 1. En de muur is volledig afgewerkt. En beetje per beetje komen we dichter bij het einde van dit project. Om verdere stappen te zetten, gaan we dus beginnen aan de voet van het glas. Om de voet speciaal te maken, dacht ik om hier glas toe te voegen en sea lanterns, zodat het ook een source of light heeft. Als ik deze rand niet toevoeg, zou het ook veel te plat zijn. De voet zelf bestaat dan ook weer uit een patroon met dark prismarine en warped logs als vulling ervan. De voet zelf is afgewerkt, maar ik ben niet tevreden dat dit op dezelfde hoogte komt als de vloer, dus gaan we alles één blok lager maken. En alles is verlaagd en dit ziet er stukken beter uit. Al zeg ik het zelf, er is meer plaats voor het glas eigenlijk wel degelijk vast te houden als je er zo naar kijkt. Ook dacht ik om nog een randje toe te voegen van dark prismarine, om het meer te laten opvallen. En het laatste die nog moet gebeuren is de vloer. Ook nog iets waar er veel werk in gaat kruipen. En waarover ik lang heb moeten brainstormen. Het eerste wat ik wil doen is een meer rond het glas maken. Het leuke hieraan is, ik heb een half uur bezig geweest met het allemaal in gravel te plaatsen om dan uiteindelijk toch terug te veranderen naar zand. De binnencirkel is afgewerkt, dus plaatsen we ook al blok voor de buitencirkel. Vanuit de buitencirkel maken we een rivier richting de binnencirkel. En met dat ik ADHD heb, bleef ik niet bij één ding, dus ben ik ook al begonnen met eigenlijk het normale wandelpad aan te passen. En als het enkel polished diorite was, is het te eentonig. Dus dacht ik om polished quartz toe te voegen. En vanuit die polished quartz gaan we in polished prismarine, die in een half slab gaat zijn, die dan in cobalt prismarine gaat. Puur voor depth te geven aan deze build. Ook op dit platform plaats ik een source of lighting. En dan was het gewoon 3 keer dit proces herhalen. En als we dan in spectator mode bekijken, vind ik het er echt ziek uitzien. Het volgende dat we gaan doen is de buitencirkel. En de 4 hoeken waar het water in moet komen, zijn ook afgewerkt. En nu krijg ik het idee om een soort fontein uit de muur te laten komen. Dus laten we een keer testen. Ondertussen heb ik dus iets bedacht. Zoals je kan zien, nog een hand waar het water van gaat lopen. Ik vind het een leuk design, moet wel nog te van Anisite in toegevoegd worden. En ik mag het ook 7 keer herhalen. Ja, ik ben in mijn creative wereld gegaan en ik heb er een schematic van gemaakt. Dus dan moet ik niet alles handmatig plaatsen. We zijn weer aangekomen, nee. Maar mijn kanonnetje mooi hier zo zetten. En laten we maar de machine aanzetten. En dan zo goed als bij de laatste hand heb ik de beste manier gevonden om het water te plaatsen. Eerst blok ik het snelste pad naar beneden, zodat hij de buitenste vingers pakt. En dan breek ik deze blokken. En ziezo. Als we dan een kijkje nemen, ziet het er echt vet uit. Ik ben wel verliefd aan het worden hier op mijn bult. Maar ik zit niet stil, dus laat me de batten vullen met water. En de rivier naar het midden decoreren. En de rivieren zijn nu ook aan iedere kant afgewerkt. En dan blijft er nog maar één iets over van deze bult. En dat is deze 4 corners. 1, 2, 3, 4. Dus laten we maar een designtje gaan verzinnen hiervoor. Het project waarmee ik 3 weken bezig was, is eindelijk afgewerkt. Dus mag de beacon ook weg.
Oh no, was bijna deze kant vergeten. Ik ga dat hier vlug oplossen, hè. Mensen, hier zijn we dan weer bij het einde van deze video. Een iets langere video, maar ook een heel groot project die gecoverd is in deze video. En als jullie meer zo'n video's willen, laat het rust weten door te liken en een comment achter te laten wat jullie misschien willen zien voor episode 20 van de Minecraft Create series. Laat ook een subscribe achter, want dat is ook een motivatie voor meer van deze soort video's te maken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye.